Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ben Shemane en vandaag heb ik dus weer een nieuwe video. En in deze video heb ik dus een opmaken en kletsen video. En ik doe dit best wel vaak eigenlijk. En ik wil het weer vaker gaan doen op mijn kanaal. Dus laat weten hieronder. En ik kom dus trouwens net bij het editen pas achter dat ik dus geen intro had gemaakt. Super dom van me. Dus daarom nu. Daarom zie ik er heel anders uit dan in de video zelf. Want in de video ben ik echt helemaal klem en zo. Echt super mooi. En nu ben ik echt, het is nu al 9:30 of zo. Dus daarom zie ik een beetje moe uit. Maar ik hoop dat je dit een leuke video vindt. Dus ben je benieuwd? Blijf gewoon lekker verder kijken wat ik allemaal bespreek. Ik bespreek vakantiedingen eigenlijk alleen maar wat ik ga doen in de vakantie. En eigenlijk bespreek ik in deze video dus alleen maar dingen wat ik in de vakantie ga doen. Dus dat is niet heel boeiend. Maar ik wou het wel met jullie bespreken. Dus ben je benieuwd? Blijf gewoon lekker verder kijken. Ik heb dus mijn wenkbrauwen dus al gedaan. En ik ga dus nu beginnen met mijn ogen. Eerst een keertje dan mijn gezicht. Want ik heb dus gisteren voor mij... heb ik dus ook een video gemaakt over mijn gezicht. En ik ga het denk ik niet in deze video erin doen. Want dan wordt deze video ook weer te lang. En ik heb het gisteren ook al laten zien. Dus ik ga gewoon hetzelfde doen wat ik dus in mijn vorige video heb gedaan. Dus die foundation routine voor de zomerse dagen. Maar voor de ogen ga ik het wel gewoon laten zien en ga ik praten. Want ik had daar weer zin in. Dus ja. Goed, ik gebruik trouwens deze oogprimer van NYX gewoon. Die is echt heel fijn vind ik. Dus die gebruik ik gewoon lekker. Ik wil gewoon heel graag gewoon weer met jullie praten. Want ik heb het echt al heel lang niet meer gedaan. En ik heb het zelfs nog niet eens met deze nieuwe camera gedaan. Dus dat mag wel eens een keer gedaan worden, vind ik. En mijn Siri gaat weer eens aan. Echt zo irritant. Laat even weten of jullie ook een iPhone hebben die ook heel tijd gaat praten tegen jullie als je Siri aan hebt staan. Maar bij mij, als ik dus een video maak, was ook in mijn vorige video. Nou, ging die dus ook tegen me praten. En dat is echt wel een beetje irritant. Maar ja... Goed, en ik ga dus nu mijn oogschaduwbasis afpoederen. En ik probeer dus altijd in dit soort video's zo min mogelijk te knippen. Dus de video kan best wel lang worden, maar ik wil gewoon praten. Ik ga dus mijn oogschaduw afpoederen. Gebruik ik die kleur voor gewoon goed aftikken. Ik wil dus heel graag praten dus over mijn vakantie. Want ik heb dus vorig jaar dus ook gedaan over mijn vakantie. Dus gepraat en zo. En ik wil dus ook deze video ook weer doen. Goed, ik ga dus deze vakantie dus ook weer naar Kroatië doen. En ik ga trouwens even mijn kwast pakken die ik ga gebruiken. Maar ik ga dus deze vakantie dus ook weer naar Kroatië toe. Maar dan wil ik dus gaan vloggen. Want ik heb dus nu een camera en gewoon een goede camera. En ik wil dat dus heel graag mijn vakantie met jullie delen, zeg maar, wat ik ga doen. Maar ik weet nog niet of ik het nou in een weekvlog moet doen of gewoon in een dagvlog. Maar aan de ene kant denk ik gewoon een weekvlog, want het is toch wel wat handiger. Dan hoef ik niet heel de tijd te denken van ik moet gaan filmen en zo. En het moet een lange video worden. Dus misschien wordt het wel gewoon een dagvlog, maar misschien wordt het wel een weekvlog. Maar dat zien jullie dus wel over binnenkort. Ik ga trouwens nu even deze kleur aanbrengen. Deze. En dit is trouwens het Eyelid Makeup 24K Gold. En ik weet het is een Engels woord dat, maar zo zien de kleuren eruit. Maar ik wil dus heel, heel graag gaan vloggen. Want ik wou het vorig jaar dus ook gaan doen. Ik had het gewoon leuk verteld in een zo'n video wat ik dus nu aan het maken ben. Maar toen had ik het helemaal niet gedaan. Want ja, toen had ik nog mijn iPhone. En ik vind de iPhone kwaliteit wel goed. Maar dit is gewoon beter. Gewoon een camera hebben en zo. En gewoon daarmee filmen en zo. En dat had ik toen nog niet. En nu wel. En daar ben ik echt zo ontzettend blij mee. Echt. Gewoon niet normaal. Jullie willen gewoon niet weten hoe blij ik gewoon ben met deze camera. En ik wil trouwens ook nog een andere lens erbij gaan kopen. Misschien, maar dat komt denk ik pas in december of zo. Want ik ga dus nog weg met mijn tante. Misschien nog in de zomervakantie. Maar dat weet ik dus nog niet zeker. Ik gebruik trouwens die bruine kleur hier zo. Maar ik ga dus ook naar Turkije toe. Want ik weet niet of ik dat ooit al eens heb verteld. Misschien wel 4 jaar terug was ik dus ook bij mijn tante. En toen, ja, toen had ik ook nog mijn iPad, dus ik had daar niet gevlogd. Was ik ook niet van plan trouwens. Maar, dus mijn tante heeft daar dus een huis en ik mag daarheen dus. Mijn zus is daar nu dus. Dus
wanneer ik dit dus film, is ze daar nog. Maar wanneer dit online is, dan is ze weer thuis. Maar dat dus. En ja. En laat trouwens ook weten of jullie dat leuk vinden als ik ga vloggen op vakantie. Want ik vind zelf vakantievlogs echt super leuk om te kijken. En ook gewoon inpakvideo's, hoe je dus gaat inpakken. Dus misschien heb ik dan al mijn statief. Maar ik hoop het wel, want het is echt wel heel irritant. Want ja, ik moet hem altijd op iets zetten, zeg maar. Wat gewoon hoog genoeg is, want dit is wel hoog genoeg. Ik ga even mijn Fix Plus pakken. Ik heb dus nu even mijn Fix Plus gepakt. Dat is namelijk deze van MAC. En ik ga dit kwastje gebruiken. Nee, wacht. Even wachten. En ik ga even kijken. Ik heb zoveel kwasten. Laat even weten of jullie een kwastenvideo willen zien. Met ja, wat voor kwasten ik altijd gebruik. Want misschien hebben jullie daar wel interesse in. Dus let me know in de comments hier beneden. Want ik wil het best wel gaan doen voor jullie. Want het is wel... Ik vind het altijd wel leuk om te zien wat al die beauty YouTubers allemaal gebruiken voor kwasten. En ik ga dus deze groene kleur gebruiken. En ik maak dit keer dus geen cut crease, want ja, dat doe ik niet altijd. En zo kan het ook gewoon dus. Dus zo mooi kleurt je dit. Goed, ik ga dus vroeg op vakantie. En ik ga dus naar Kroatië, gewoon naar het plaatje Poreč. Ik ga er trouwens op een camping staan, net zoals vorig jaar. Maar vorig jaar had ik er eigenlijk niet heel veel over verteld. Maar die vakantie was een beetje een mislukking, zeg maar. En ik hoop niet dat die mensen kijken nu, want dan heb ik echt een beetje ruzie. Denk ik, maar ik denk het niet, ik hoop het niet. Maar ja, wij gingen dus vorig jaar dus met mensen op vakantie. Die mensen waren gewoon aardig en zo. En daar, dat waren onze vrienden. En trouwens, dat meisje, die, ja, die heeft dus... Wacht, dat meisje trouwens, wat grappig is trouwens. Zij heeft mij soort van bedacht om YouTuber te worden. Dus dat is wel heel erg fijn. Maar hun hadden dus vrienden. En ik weet niet of ik het wel moet vertellen in deze video, maar ik ga het wel gewoon doen. Die hadden dus vrienden en die gingen dus ook naar dezelfde camping. En dat waren echt van die vrienden van hun die gewoon heel bazig zijn. Gewoon, ja, gewoon alles doen wat eigenlijk mag, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ik dat echt moet zeggen, zeg maar. Maar gewoon van die mensen die gewoon van iets vinden en het gewoon zeggen recht in je gezicht. Ja, gewoon best wel een beetje hard van die mensen die best wel hard zijn. En ja, ik vond die vakantie echt een beetje een mislukking. Want ja, het was ook de eerste keer dat ik op een camping stond met een tent. Want we gaan dus nu ook weer met een tent. En ja, ja, het was wel leuk. Maar ik denk dat deze vakantie gewoon beter wordt. Want ik ga gewoon vloggen en zo. Dus dat wordt al gewoon super leuk, denk ik. Weet ik nu al, denk ik. Maar goed, en ik ga dus nu... Ik denk dat ik wel klaar ben met mijn ogen. Ja, ik ben ook klaar met mijn ogen. Oké, dan ga ik nu dus even mascara aanbrengen op mijn bovenwimpers. Of ja. Maar ik vond het wel gewoon een beetje... niet echt een hele leuke vakantie. Maar het was ook niet heel verschrikkelijk of zo. Dus... Maar het kon wel wat leuker, want... En het was ook heel veel rijden. Dat is nu dit jaar ook weer natuurlijk. Want ik ga op met de auto. En nu ga ik dus heel even mijn gezicht doen. Misschien ga ik alleen mijn foundation en zo even af camera doen. En dan ga ik gewoon de poederproducten wel gewoon op camera doen. Want dat is misschien wel leuker. Want foundation heb ik dus ook in mijn vorige video gezet. Ja, gewoon echt hoe ik het doe met warm weer. Dus die ga ik nu ook doen. Maar dan ga ik de poederproducten, dus bronzer en zo, ga ik wel gewoon af op camera doen. Dus ik kom zo weer terug naar met mijn gezicht, zeg maar. Dus... ik heb dus mijn basis gedaan en ik gebruik alles wat ik ook in mijn vorige video heb gebruikt. Omdat dat is ook wel wat beter voor mijn gezicht.
Ja, ik heb die foundation gebruikt van Catrice en die concealer van Makeup Revolution. En dat kan je zien in mijn vorige video, dus niet mijn weekvlog, maar die vorige video. En ik ga dus nu nog even verder met mijn ogen en hier ga ik dus deze kleur voor gebruiken en die bruine. En ik gebruik dus een kwastje, zoals gewoonlijk, en ik ga het gewoon goed aftikken. Maar ik was dus aan het praten dus over de vakantie van vorig jaar. En ja, ik vind het heel jammer dat ik daar dus niet heb gevlogd. Want ik was het daar wel echt van plan. Dat is wel trouwens echt leuk om te vertellen. Maar ik was het daar dus wel echt van plan. Want ik was het daar wel van plan om te vloggen. En ik gebruik nu even deze. Maar omdat ik vond het zo... Ja, ik vond de kwaliteit gewoon niet goed. En ik wist echt nooit van mezelf dat ik ooit zou gaan weekvloggen. Want... ik vond altijd, als ik dus ging vloggen of zo, dat ik het gewoon niet goed deed. En nu vind ik dat eigenlijk niet meer, zeg maar. Ja, weet je dan. Met MacBanks heb ik dat heel erg. Ik gebruik nu trouwens die mascara weer voor mijn onderwimpers. Maar met bijvoorbeeld met sommige video's heb ik dat nog wel. Dat ik denk van, dit is helemaal niet goed. Dit, ja, ik moet een nieuwe gaan filmen. En dat heb ik gisteren ook gehad. Als je mijn weekvlog hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. Want het ging dus over die mukbang. Want ik heb dus gisteren een mukbang opgenomen. Maar ik vind hem eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed. En het is gewoon niet echt een hele goede video, vind ik. En ja, ik ben dus nog wel heel erg soms met video's. Dat ik het soms gewoon heel slecht vind. En dat ik het gewoon niet goed vind. Ik ga nu even contouren trouwens. Maar ik ga nu gewoon weer verder met vakantie praten. Omdat ik weet dat jullie dat leuk vinden. Denk ik. Ik heb het vorig jaar trouwens ook gedaan. Maar goed. Ik kan nu wel weer gaan praten als ik mijn voorhoofd ga doen. Maar goed. Trouwens, mijn zus is nu in Turkije. En ze haalt van mij dus een Golden Rose mascara. En misschien vinden jullie het wel leuk als ik daar een video ga over maken. Deze video ga ik proberen om heel vroeg te uploaden. Want dan kunnen jullie... best wel vroeg je reactie zeggen, zeg maar, over dat. Omdat ze had van mij dus een Golden Rose mascara. Een hele goede vindt zij. Omdat mijn zus is nu ook ineens van de make-up en zo. Dus misschien wilt ze ooit wel in een video van mij. Ik denk het niet, maar goed. Maar in ieder geval, misschien ooit dat ze in een video van mij wilt komen. Maar ik denk het niet. Even bronzer aanbrengen. En mijn zus gaat trouwens ook nog mee op vakantie, want mijn zus is dus 18. Ik weet niet waarom ik dat ga vertellen, maar goed. Maar goed. Trouwens, mijn zus wou dus eerst deze camera gaan meenemen op vakantie. Maar eigenlijk vond ik dat helemaal geen goed idee, want dan heb ik dus geen weekvlog. Dan moet ik weer wat anders gaan verzinnen, want ja, dan heb ik niet gevolgd, zeg maar. Want ik wil dus niet meer te gaan doen met mijn telefoon, want... ik ook gewoon de beelden van mijn telefoon. Echt, dat vind ik gewoon niet goed. Goed. En ja. Ik ben nu trouwens klaar met mijn ogen. Het is trouwens een look geworden. En ja, ik heb gewoon deze mascara gebruikt van Essence. Deze, deze is trouwens nieuw voor mij. De Essence Lash Princess Volume Mascara. En ik weet niet of ik hem nou goed vind of niet. Ik ben hem nog gewoon aan het testen. En misschien vind ik hem goed en misschien niet. Dus ja, ik gebruik trouwens alle producten wat ik dus ook in mijn foundation routine heb gebruikt in die video. Want ik gebruik dus weer dezelfde blush als in die video. En ik heb trouwens heel erg een schermpje, maar dat moet ik niet doen. Dat is heel irritant als iemand dat doet. Echt, ik vind groene kleuren van dit palet echt zo mooi bij mijn ogen gewoon. Echt zo mooi. Dan als laatste highlighter. En deze heb ik dus niet in die video gebruikt. Dit is de Ofra Nikki Tutorials Glow Gloss Highlighter. En ik gebruik deze echt al heel lang. Echt al elke dag. En iets te veel mijn kwastje. Maar goed. En ik wou dus nog ook vertellen wat ik dus een beetje ga doen op vakantie. Maar misschien moet ik dat pas doen als ik echt daar ben ofzo. Want misschien is dat, dan verklap ik het eigenlijk al een beetje wat ik wil gaan doen. Maar... ik ga er sowieso vloggen. Alleen ik weet nog niet of ik dan elke dag ga vloggen. Of gewoon echt in een week vlog. Want ik denk zelf misschien beter in een week vlog of zo. Maar misschien wordt het dan ook weer te lang. Want ik heb nu ook heel erg last van.
dat mijn vlogs gewoon te lang worden, want ik praat zoveel en zo. En ik laat niet heel veel zien. Maar in die weekvlogs, die als ik op vakantie ga, dan wil ik echt gewoon heel veel gaan vloggen en zo. En ja, dus laat me even weten of jullie dat leuk vinden. Ik ben nu trouwens klaar met mijn gezicht. Dan ga ik Fix Plus gebruiken van MAC. En ik ga het gewoon over mijn gezicht sprayen. Goed, en ik ben zelf best wel perfectionistisch over mijn video's. En ik heb trouwens van Essence nieuwe lipstiften. Een lipgloss en een lipstift. Dit zijn twee lipliners van Essence. En die zien er zo uit. En ik denk dat ik dus deze combo ga opdoen. Dat is nummer 8. En een hele mooie combi. En trouwens, deze lipgloss ga ik niet gebruiken in deze video. Maar ik wil hem wel gewoon even laten zien. Want deze heb ik dus ook nieuw. En dit is een lipgloss dus van Essence. Alleen, hij wil het dan niet op scherp stellen. En dit is trouwens ook een hele mooie lipliner. En deze is heel erg mooi bij Faux. Van MAC. En dit is in de kleur 07 Underrust My Lips. En een beetje bruin kleurtje. Maar ik ga dus deze doen. En ik ga dus eerst mijn... Zo, nu ga ik de lipstift aanbrengen. En dit is in de kleur 08. En deze heet Eternal Beauty. En dit is de lipstick ervan. Volgens mij is het echt een hele lange video weer trouwens. Maar that's me. Ik heb trouwens deze lipstift laten vallen. En nu ziet hij er echt heel lelijk uit. Kijk maar, echt zo lelijk. Maar ik heb hem dus laten vallen van mijn kastje. Nu is het heel moeilijk om op te brengen. Dus eigenlijk heb ik een lipquashje nodig. Ik weet trouwens niet of het op aan mijn look past. Dus de video weer, mat. Dit is dus de look geworden. En ik vind het echt een hele mooie look geworden. Ik hoop wel dat jullie dit leuker vinden. Want ik ben er dus achter gekomen dat dit soort video's gewoon leuker zijn dan mukbangs. Want ik heb dus gisteren een mukbang opgenomen. Alleen ik weet niet wanneer die online staat. Maar... ik vind het gewoon zo ontzettend awkward om te gaan eten en te gaan praten tegen een camera. Want ja, dat ben ik gewoon niet gewend. En dit vind ik gewoon leuk. En dit heb ik dus ook altijd met mijn iPad gewoon gedaan. En dit hoort gewoon bij mij. Maar ik wil het denk ik dus gewoon elke maand doen, denk ik of zo. Ik weet alleen niet hoe ik het ga noemen. Of misschien niet elke maand. Misschien om de 2 maanden of zo. Ik weet het niet. Als ik er zin in heb. En dan had ik vandaag gewoon heel erg... en ik had er vandaag heel erg veel zin in... om dit te gaan opnemen en gewoon te gaan kletsen met jullie. Want ik vind het gewoon leuk om te doen. En dan weten jullie ook weer hoe het met mij gaat, zeg maar. Ik had eigenlijk alleen maar een beetje over de vakantie gehad. En niet echt hoe het met mij gaat. Maar misschien kan ik het wel in een andere video bespreken. Want eigenlijk kon ik dat wel doen. Eigenlijk kon ik wel gewoon vertellen hoe het met mij gaat. Hoe het met school gaat en zo. Maar ik vond de vakantie wel wat leuk om mee over te praten. Mijn batterij knippert, dus ik moet een beetje snel gaan. Dus ik ga hem dus nu afsluiten. Dus vond je de video leuk? Doe een duimpje omhoog. Niet geabonneerd op mijn kanaal. De kant is hier beneden op het rode abonneerknop hieronder. En ik zou het super tof vinden als je dat zou willen doen. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video weer op woensdag en zaterdag weer met een nieuwe video. Dus tot snel weer. Dus doei doei!